voor mij was vliegen de unieke, de ultieme combinatie tussen mens en machine. Het beheersen van zoveel vermogen en tot op de limieten vliegen. Dat is waarom ik heel graag vlieger wilde worden bij Defensie. Qua operatie is Apache echt ultiem. Je zit veel meer op de grond roepen, veel meer verweven in het grondoptreden. Je doet alles samen met die mannen qua plannen, uitvoeren. Dus als je een peloton op de grond hebt, als je daar een Apache bij hangt, dan kun je eigenlijk spreken over twee pelotons. Dus wij zijn eigenlijk een soort infanteristen, maar dan in de lucht. Als je al van tevoren schietoefeningen hebt gedraaid, waarbij je op korte afstand van elkaar hebt lopen vuren, ja, dat geeft ook voor de man op de grond vertrouwen dat Apaches daar toe in staat zijn en ja, onderdeel zijn van hun club. Ja, wij opereren dan in heel Zuid-Afghanistan, dus ook de naburige provincies met de coalitiepartners. Dus als er ergens troepen in problemen zitten, dan roepen ze over het algemeen ons in. Met name als het vuurcontact heel erg dichtbij is, waardoor andere luchtsteun eigenlijk niet meer effectief ingezet kan worden. Dus eigenlijk elke keer als wij ingezet worden, dan was dat het grootste gedeelte was dat bij gevechtsoperatie.